Zijn topsportmentaliteit helpt de Leidse horecaondernemer Chesney Crosby momenteel door de coronacrisis heen. Op het moment dat hij stopt als rugby international voor het Nederlands team om zich voluit in te zetten als bedrijfsleider van Café de Duke, brak de coronacrisis uit. Maar de uitdrukking bij de pakken neerzitten kent de in Zuid-Afrika geboren Leidenaar niet. Ja, het was zeker een zware periode voor mij ook. Gewoon, Nog steeds. Ja. Wij dachten gewoon, woepie, we gaan gewoon nu even langzaam beginnen. Strenge maatregelen. En ik heb gewoon wel met mijn compagnons over gehad. Ik zeg, ja, dit is nu pas ondernemen. Want wat wij hiervoor deden, was gewoon makkelijk. En nu moet je echt ideeën bedenken, meer dan normaal. En je moet echt actief blijven, gewoon de hele tijd gewoon in contact blijven met al je vaste gasten. Elke dag gewoon mensen een appje sturen, ja, kom even langs. Het is echt allemaal het verschil van... Topsport. Ja, het is topsport maar achter de bar. Filipien Abelsma is rugby international in het Nederlands team en werkt daarnaast als basisarts in een ziekenhuis. In het laatste half jaar is er heel erg veel veranderd bij ons. Begin van de coronacrisis ben ik van baan veranderd en ben ik op het IC gaan werken in het IJsseland ziekenhuis. En daar heb ik van heel dichtbij gezien wat corona met mensen doet. Mensen op de IC beademt. En tegelijkertijd stopte voor mij de sport, want de rugbycompetitie werd stilgelegd. En dat is voor het afgelopen half jaar zo geweest. Inmiddels werk ik op de gynaecologie en zeker nu in de tweede golf is weer heel rugby stilgelegd, wat net weer opgestart was. En zien we ook in het ziekenhuis veel meer coronagevallen. Er zijn heel veel ondernemers om me heen en heel veel mensen. Ze roepen de hele tijd waarom, waarom, waarom wij, waarom ik. En ja, aan de ene kant zit ik dat ook te doen, maar ja, je kan blijven klagen en je kan... Blijven focussen op negatieve dingen, maar het gaat toch niet veranderen. Het is net zoals in een rugbywedstrijd. Je kan gaan tegen de scheidsrechter gaan klagen over een beslissing dat hij heeft gemaakt. Maar het gaat het niet veranderen wat je moet doen. Even 10 stappen naar achter en dan weer opstaan. En klaarzetten voor het volgende slag en naar voren gaan. Dus in die zin helpt de topsport die je gedaan hebt bij het overwinnen van deze crisis, zou je kunnen zeggen? Zeker, zeker. Ik heb zelfs heel veel, merendeels van mijn personeel is allemaal rugbyers en allemaal teamsportmensen. En dat vind ik fijn, want je weet als het moeilijk is, die jongens blijven gewoon werken. Je bent jong en misschien wel op je top qua niveau, qua sport. Hoe voel je dan dat er nu niks kan? Nou, ik ben laat begonnen met rugby. Ik ben nu 28 en ik ben begonnen met rugby toen ik 24 was. Wat dus echt heel laat is om met een sport te beginnen. En dat betekent ook dat er voor mij niet heel veel jaren nog zullen zijn om verder te kunnen groeien. Dus deze jaren zijn eigenlijk wel de jaren voor mij waarin ik het beste zou moeten kunnen bereiken. En het feit dat dat niet kan, maakt het wel zuur. Want voor rugby doe je niet voor altijd.